Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. In de vorige uitzending lazen we al twee keer het refrein dat in Amos 4 steeds terugkeert. Het refrein bestaat uit de woorden: Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Vandaag in uitzending 1042 gaan we daarmee verder. Het is een trieste conclusie. En het is triest als de Heere dat moet zeggen van zijn eigen volk. Amos 4, vers 9. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldouw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. De Israëlieten hebben tegen de Heere gezondigd en zijn van hem afgevallen. Toch heeft hij er alles aan gedaan. Maar wat hij ook deed, het bracht Israël niet terug naar de Heere. Het goede niet, maar ook het slechte niet, dat de Heere over Israël had gebracht. We hebben al gezien dat het goede dat het Tienstammenrijk uit de hand van de Heere ontving, en de welvaartsstaat onder Jerobeam II, hen niet tot hem heeft gebracht. Maar ook Gods oordelen blijken niet de gewenste uitwerking te hebben. De Heere heeft van alles geprobeerd. In vers 6 is sprake van hongersnood, ten gevolge waarvan de tanden schoon bleven. In de versen 7 en 8 is er sprake van droogte. Terwijl andere streken wel regen ontvingen, als een bewijs dat het niet om toeval ging, maar dat de Heer erachter zat. Nu lezen we dat oogsten mislukten door plantenziekten, en dat en de vijgen en de olijfbomen kaal aten. De Heer heeft Israël gestraft met ziekten die herinneren aan de ziekten in Egypte. Amos 4:10 Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb u jonge mannen met het zwaard gedood. Terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Al deze dingen hadden tot nadenken moeten leiden. Israël werd getroffen door oorlogsgewaald en heeft zware nederlagen geleden. De kracht van Israëls leger is gebroken en de stank van de dood was vreselijk om te ruiken. Het was de stank van dode lichamen van mensen die aan een ziekte waren gestorven of in een oorlog waren gesneuveld. Maar steeds weer lezen we dat ze desondanks bleven weigeren bij de Heere terug te komen. Amos 4 vers 11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. U werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Er is ook een ingrijpen van de Heer geweest, als in de dagen van de ondergang van Sodom en Gomorra. De Heer had in zijn toorn enkele steden vernietigd. En wie eraan ontkomen waren, waren net als Lot uit de ondergaande stad weggerukt, zoals een stuk brandhout uit het vuur wordt getrokken. Op het nippertje, met de stank van het vuur er nog aan. Als we de versen 6 tot en met 11 op ons laten inwerken, dan valt het op dat er in de opsomming van de rampen een climax zit. De oordelen worden steeds zwaarder. Eerst zijn het bestraffingen zoals de Heere ze heeft toegezegd aan zijn verbondsvolk als zij afdwalen van zijn wegen en niet luisteren naar zijn geboden. Dan zijn de oordelen te vergelijken met de oordelen die heidenen treffen die naar de Heere niet vragen. En tenslotte zijn het oordelen van de Heere zoals ze Sodom en Gomorra hebben getroffen die daardoor zijn weggevaagd van de aardbodem. Maar als de laatste categorie oordelen ook niet helpt, en niet tot inkeer brengt, wat dan? Moeten we dan niet denken aan de woorden van de Heer Jezus? En Matthäus 10, versen 14 en 15 zegt hij: En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. De Heere zegt het zal voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor het afvallige Israël. Sodom en Gomorra zouden zich bekeerd hebben onder de straffende hand van God, maar Israël bekeerde zich niet. En daar is het de Heere nu juist wel om te doen. De Heere verlangt ernaar dat het tienstammend Israël, ja heel Israël, tot schuldbeleidenis komt en hij hen kan vergeven. In het steeds terugkerende refrein in Amos 4, versen 6 tot en met 11 klinkt iets van het uitzien van de Heere naar zijn volk, iets van zijn gekwetste liefde, afgewezen genade en verdraagzaamheid. En tegelijk horen we de storm van Godse boosheid aanzwellen. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Amos 4, vers 12. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Bekering, daar was het de Heer om te doen. Daarom moet het volk voelen dat het niet sterk is in eigen kracht. Daarom loopt Israël vast op eigen gekozen wegen, zodat het volk van het verbond zou terugkeren naar de God van het verbond. Maar het gebeurt niets. En dan moet het zich klaarmaken om God in het oordeel te ontmoeten. Maar dat geldt voor ieder mens die een eigen gekozen weg zonder de Heer inslaat. Er is straks op de grote dag van de Heer geen enkele verontschuldiging meer over. Het refrein zal dan voor velen schrijnend herkenbaar zijn. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Geen mens kan van zijn of haar niet willen de Heere de schuld geven. Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Mogelijk dat de woorden van vers 12 doen schrikken. Zijn dit woorden van de levende God die liefde is? Ja, want de God van de Bijbel is niet alleen een God van liefde. Hij is ook heilig en rechtvaardig. Maar is er dan voor ons mensen vandaag nog een middel... Om het rechtvaardige oordeel van de Heer te ontgaan? Gelukkig wel, want tussen Amos 4 en het eindoordeel van de Heer staat het kruis van Golgotha, waaraan Christus zich heeft gegeven als verzoening voor al onze zonden. Hij is als rechtvaardige gestorven voor onrechtvaardigen. Hij is in onze plaats onder het vuur van Gods toren gaan staan en heeft al onze zonden verzoend. Daarmee heeft de Heer het voor iedereen die in Hem gelooft in orde gemaakt met God. Hij is de enige weg waardoor een mens God kan ontmoeten. En Christus heeft God de Vader het licht doen schijnen in onze duisternis. En daarom klinkt ook in de aankondiging van Gods oordeel het Evangelie, waardoor mensen geroepen worden uit de duisternis in het licht van God te komen. Amos 4, vers 13. Want zie: Hij die de bergen vormt, die de wind schapt en die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad tot duisternis maakt. En die op de hoogten van de aarde treedt. Heren, God van de legermachten, is zijn naam. Amos verwoordt de Almacht van God, en juist die Almacht maakt het oordeel des te vreselijker. Dit vers maakt duidelijk wie de Heren is, en met welke God wij mensen te maken hebben. Hij is de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alle macht, hij was het, die de bergen vormde en de wind schiep. De Heren is ook de Alwetende. Hij kent van verre onze gedachten. In Psalm 90, vers 8 lezen we: U staalt onze onherachtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. De Heere is ook alomtegenwoordig. Ongeacht waar wij gaan of ons bevinden, de Heere weet het, en wij kunnen Hem niet ontlopen. Het heeft ook geen zin om ons voor God beter voor te doen dan we zijn. De Heere kent ons door en door. Hij kende ook de mensen tot wie Amos moest spreken. We gaan naar het volgende hoofdstuk. Er schijnt licht in de woorden van Amos 5. Zeker, het hoofdstuk gaat ook in op de toekomst en maakt duidelijk dat de Heer de zonden van Israël zal straffen. Maar we lezen er ook een oproep tot het zoeken naar de Heer. Als Israël de Heer gaat zoeken en terugkeert tot Hem, zal het oordeel afgewaand worden. Zolang het definitieve oordeel nog niet was gekomen, was er voor Israël nog hoop. En wij mogen weten, niet alleen voor Israël. Maar ook vandaag voor iedereen die de Heer gelooft op zijn woord. Amos 5, vers 1 Luister naar dit woord dat ik aanhef over u: een klaaglied, huis van Israël. De mensen die de profetie van Amos hebben gehoord, schonken er niet veel aandacht aan. Voor hen was er geen vuiltje aan de lucht. Dat is anders dan bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia. Jeremia zong zijn klaagliederen op de puinhopen van Jeruzalem. Jeremia had met eigen ogen de ellende gezien. En de omstanders konden zijn tranen begrijpen. Maar als Amos zijn klaaglied zong, deed hij dat in een tijd van weelde, luxe en welvaart. Want zo was het in het Tienstammenrijk, in de tijd van Jerobeam II. Dat maakte het voor Amos niet gemakkelijk. Stel je voor, Israël is een volk dat in grote welvaart leeft. Politiek is het in de dagen van Jerobeam II een machtsfactor van betekenis in het Midden-Oosten. En dan komt er zo'n veehouder uit Tekoa, en die gaat een klaaglied voor Israël zingen. Amos 5, vers 2: Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. In de vorm van een klaaglied, zoals de mensen van toen dat gewoonlijk zongen bij een begrafenis, klaagt Amos over het tienstammenrijk Israël. Hij zegt: Het mooie Israël ligt gebroken en vertrapt op de grond en kan niet meer opstaan. Deze woorden zullen de mensen in een tijd van welvaart vreemd in de oren hebben geklonken. Een tijd waar geen rekening werd gehouden met de Heer die komt om zonden te straffen. Maar Amos doet het wel. Het toont aan dat hij het woord van de Heer heeft ontvangen en begrijpt. Israël wordt voorgesteld als macht, wat spreekt van levenskracht en schoonheid. Maar wat is er over van het mooie Israël? Met vreedgeweld is ze in haar eigen land ter dood gebracht en ondergegaan. Ze kan niet meer opstaan, er zal geen herleving meer zijn. Niemand zal te hulp komen. Zij is alleen gelaten op haar eigen bodem en wacht op de dood. Toch willen deze woorden niet zeggen dat elk herstel voor Israël uitgesloten is. Integendeel, want in Amos 9 wordt het herstel voorspeld. Daar staat in vers 11: Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Door het wonder van zijn almacht en genade zal het gestorven volk weer opgewekt worden. Als Amos zijn profetische boodschap moet doorgeven in een tijd van welvaart en voorspoed, zijn de toegorders niet blij. Ze worden zelfs kwaad omdat hij voor hen een zwartkijker is. Mensen halen hun schouders op en zeggen: Luister maar niet naar hem, hij is niet goed wijs. Maar voor Amos is Israël dood. Hij ziet wat de Heere Jezus later ziet, als je naar Jeruzalem kijkt, dat niet één steen op de andere gelaten zal worden. En wat het tienstammenrijk betreft, is het een definitieve straf. Zij zal niet weer opstaan. Wie zou niet klagen bij het zien van zoveel ellende? Amos 5, vers 3 Want zo zegt de Heere Heere, de stad die optrekt met duizend, zal er honderd overhouden. En die optrekt met honderd, zal er tien overhouden voor het huis van Israël. De beginwoorden geven nadrukkelijk aan dat de gesproken woorden geen woorden van Amos, maar van God zijn. Amos zegt ook hoe het zal gaan. Het leger van Israël zal uittrekken tegen de vijand, maar dan zullen zij zodanig verslagen worden dat maar één op de tien het zal overleven. Israël kende in het begin van haar ontstaan de indeling in stammen. Ten tijde van koning David kwam deze indeling wat op de achtergrond en werd er meer gewerkt met een indeling in duizenden en honderden. Dit systeem werd ook onder koning Salomo doorgezet. Toch is de indeling in stammen nooit definitief verdwenen. Amos 5, vers 4 Want zo zegt de Heer tegen het huis van Israël: Zoek mij en leef. Amos is niet alleen een profeet die oordelen van de Heer voorspelt, hij wijst ook de weg waarlangs het te voorkomen is, namelijk door het zoeken naar de Heer. De Heer zoeken is beter dan het onderhouden van een eigenwillige, maar verkeerde godsdienst. Dit vers is ook een blijk van God's opzoekende liefde. Hij is te vinden. In Psalm 9, vers 11 staat: Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. En in Psalm 34, versen 5 tot en met 9 staat: Ik heb de Heere gezocht, en hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Hier heeft de Heere David geraad uit benauwdheid. In zijn ellende zocht David de Heere en God antwoordde hem door hem te verlossen uit al zijn angsten. Maar wat voor David gold, geldt voor iedereen die op de Heere vertrouwt. De Heere zal hen net als David redden uit hun nood. Zij zullen niet beschaamd worden. David sluit zijn getuigenis af met een oproep en een zalig spreking. Hij spoort de gemeenschap aan zelf aan den lijve te ondervinden dat de Heere goed is. Wie hieraan gehoor geeft, wie bij hem schuilt, is een rijk gezegend mens. Voor een mens die de Heere zoekt, gaat het om God zelf. Om een leven met hem in zijn dienst, waar de Heilige Geest een zoeker naar God levend maakt. Daar laat de Heilige Geest zien dat wij mensen God missen, maar wij kunnen Hem niet missen, omdat in Hem het leven is. Met de woorden uit vers 4 maakt de Heere zich opnieuw aan zijn volk bekend en laat Gij zich vinden in zijn opzoekende liefde. Soms verbergt de Heere zijn aangezicht omdat zijn kinderen van Hem afdwalen. Dat doet God niet om te straffen, maar opdat zij hem zouden gaan missen en opnieuw naar Hem zouden vragen. Namens de Heere geeft Amos de uitnodiging door. Die uitnodiging geldt nog steeds. De Heer doet beroep op alle mensen om naar Hem terug te keren. Als ze dat doen, zullen ze leven. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.